Het weer wordt weer kouder en dat merken we vaak in ons lichaam. Het wordt koude handen, koude voeten, wat stijver. Ik heb een hele fijne oefening die je kan doen om eventjes het hele lichaam te activeren, die circulatie op gang te brengen. Lekker om warm te worden of om wakker te worden. Dus ik zou zeggen, doe mee. Kom staan. Ik ga de serie één keer doen, maar als je tijd hebt, is het mijn advies om de lijnen drie keer te herhalen. We gaan kloppen. Maak een zachte pols, vuist. En we starten met kloppen bij de linkerschouder. En we kloppen aan de binnenkant van de arm richting de duim. Als je bij de duim bent aangekomen, ga je via de buitenkant weer terug omhoog naar de schouder. Ga je over de schouder weer terug naar de voorkant. En dan gaan we nog een keer de binnenkant van de arm kloppen, maar dan richting de middelvinger. Je zult merken dat bepaalde plekjes gevoeliger zijn dan andere. Klop er zachtjes doorheen. Via de buitenkant ga je weer terug omhoog. Die schouder lekker mee. Dan gaan we nog één keer de binnenarm doen, maar nu echt aan de binnenkant, richting de pink. Over de pink en pak je de buitenkant van de arm. Neem de schouder mee, zover je bij kan. Op een stukje borstkas naar het midden. En dan pak de andere hand het over. En dan gaan we weer naar de binnenkant van de arm richting de duim. En naar boven richting de schouder. Nog een keer naar binnen, richting de middelvinger. Dus de lijn midden over de binnenarm. En klop midden over de buitenarm weer terug naar boven. Schouder. En dan gaan we de laatste keer deze arm richting de pink. En klop via de buitenkant, zijkant van de arm. En dan op de schouder, terug naar de borstkas. En schud even je arm los. En samen voel je het al wel tintelen, warm worden. Gaan we het hoofd doen. Doen we met de vingertoppen. We beginnen boven de ogen. Kloppen we zachtjes. Langs de middenlijn, op de top van het hoofd, achterhoofd. En je klopt aan weerszijden van de nekwervels naar beneden. En kijk even hoe ver je bij kan dat je de rug meepakt. Kloppen nog een keer en dan beginnen we midden boven de ogen. Dus een klein beetje verder naar buiten. Zo, het wordt achterhoofd. En dan ga je door die kuiltjes in je nek naar beneden. En de klop van de laatste keer, die doe je heel zachtjes over de slapen, om het oor heen. En dan pak je de zijkanten van de nek mee en de schoudertoppen. En schud je armen even lekker uit. Gaan we de buik doen. We beginnen net onder de ribben, midden. Heel zachtjes onder de ribboog door naar links, naar de linkerheup. Voor het bord langs en dan gaan we onder het boven de schaambord langs naar de rechterheup en weer via de zijkant omhoog, onder die ribben door naar het midden. Dan gaan we een klein beetje naar beneden en maken we nog een rondje die net iets kleiner is, onder de navel. En zijn plekjes gevoelig, adem rustig door, klopt niet te hard, wees lief voor jezelf. En we maken een laatste rondje, gaat om die navel heen. En ga je die buik op. Gaan we de rug kloppen. Kijk even hoe hoog je kunt beginnen. We gaan langs de ruggengraat. Net langs heen. Klop je met de zijkant van de wijsvingers naar beneden. Richting de heidelbeen. Zoek je billen neem je mee. En doen we de rug nog een keertje. We gaan een klein stukje verder naar buiten. Meer op het zachte gedeelte van de rug. Die heupen mee en die billen. En doe nog één keer. Dan pak je de zijkant. Dus kijk waar je bij kan. Kopje aan de zijkanten. Doe je heupbotten. En dan zo lekker met de zijkanten heen. En dan gaan we als laatste de benen doen. We beginnen aan de buitenkant van de heupbotten. Kloppen. En dit kan vaak wat steviger, de benen. Richting de knieën. Dan gaan we langs de buitenkant van de knie schuiven. Naar beneden, buitenkant van de scheenbenen. Kom lekker door de knieën heen. Ploffen
richting de tenen. Ga je naar binnen en dan ga je voor het hiel, enkelbord weer terug omhoog. Langs het scheenbeen, dat is echt wel een randje, kan erg gevoelig zijn. En de binnenkant van de knieschijf langs, richting de liesen. En dan klop je zo over de heupbotten heen naar de zijkant. En dan gaan we de zijkant kloppen over de broekstaat. En hier sla ik echt wel lekker om stevig te kloppen. Maar kijk wat goed voelt voor je. Langs de zijkant van de knieën. De zijkant van de kuiten. Over dat enkelbot. Naar voren, over die tenen heen. Dan gaan we terug naar binnen. En dan klop je over de enkelbot. En dan pak je net de lijn iets meer naar de binnenkant. Omhoog. Binnenkant van de knie. Richting de liesen. De liesen lekker mee. Ga nog een keertje naar helemaal door naar achteren. Pak die billen lekker mee. En ga recht achter de benen langs. Bovenbenen. Door de knie, holtes. Over die kuiten. Pak de Achillespees mee. Gewoon achter het enkelbot langs. Naar de kleine teen. Over de tenen naar binnen. En ga daar weer via Achillespees achter het enkelbot langs. Dat is over de broeksnaad. Klop je weer terug. Omhoog. En kom even staan. Voel even na. Het is een hele oefening op zich. Zeker laatst kom goed op gang. Lekker warm. Ik zou zeggen, geniet ervan. En heb je vragen, laat het me weten.